Maar daar komen best wel hele leuke dingen uit. Oh, en tussendoor even. Je hebt het over dat rugnummer. Maar er komt natuurlijk volgend seizoen nieuwe shirtjes. Zo. Wat is er? Ja, ik werd geschoten. Door wie? Door een kikker? Door wie was dit? Duffy? Waar is Duffy? Jongens, waar is Duffy? Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Mytopia video. Ik ben zojuist bij een special event hier in Downtown geweest in het park. Er werden namelijk Lucky Crates geopend door David en Bendert. Ik heb er zelf ook een aantal geopend en ik heb er hele leuke loot uit gekregen. Dat gaan jullie zo meteen allemaal zien. Maar je ziet het ook in mijn inventory, mensen. Ik heb ook iets van een wapen opgehaald tussendoor nog. Want ik heb ook nog een klein beetje... ja, lopen rellen bij de Lucky Shard opening. Heb jij er nou vandaag zin in, mensen? Klik natuurlijk allemaal lekker dat duimpje omhoog aan. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En enjoy. Duffy, wijs even de lelijke man aan hier. Kijk. Dit is geen slash Mary dit, jongens. Dit is pure haat, hè? Wat is dat? Wat geeft hij jou? Oh, in sommige culturen is zo'n ontstopper... betekent dat je, dat is zeg maar, je hebt dode paardenhoofden en je hebt dus ook ontstoppers. En wat hij daarmee wil bedoelen, dat zeg maar uit de gevangenis de periode van Duffy is dat. Dat hij met je hoofd in de wc gaat drukken. Tot je zegt, sorry baas. Dat is het volgens mij. Ik zeg het even. Dus je bent bij deze gewaarschuwd. Ik heb hier niks mee te maken. Weet je wel... Oké. Even raken, nee, maar... even ik pak hem. Ik pak hem nog wel, dit komt nog wel goed. Ik zoek deze persoon even uit, omdat ik hem zelf sowieso niet wil doen. Dus succes met Duffy. Oké. Dat vind ik niet erg. Ik ben niet bang voor Duffy, hè, met een pushy ass. Duff, wat kan ik voor je doen, maat? Hij zit er vast wel, gewoon op Teamspeak neem ik aan. Niks. Je hebt niks. Je wil gewoon even hoi zeggen. Ja? Ik ga daarin en we zien wel. Ja? Maar je wil niet, een... Ik loop hier de boel te bedonderen. Wie had ik hiervoor? Wie was dat? Sander. Die bij mij stond, Zevra. Nee, wie had ik hiervoor? Of wie jij hiervoor had? Vivian. Vivian. Waar ben je? Ja, hier. Ik heb nog voor jou. Nog 50. Sorry, zat er nog in. Maar je kan een back openen, Duffy, toch? Ja, absoluut. Oké, geef hem even door. Ik heb net deze gehaald. Dus, ja. Kan je die van mij openen? Is goed. Even kijken wat je hebt. Je hebt een 5 Lucky Shards. Absoluut. Nou, ik hoop dat er wat in zit. Even kijken. Ik hoop een wapen. Nee. Dus laat ik... dat je deze krijgt. Het is de slechtste van de avond. Je hebt een glashoed. Ja. Je hebt een rode broek. En je hebt 10 van die tokens. Wacht, ik heb meer. Ik heb nog een bag. Hoe kom je eraan? Ik kan toveren. Dit is nog een 5. Oké. Hoe kom je aan deze bag? Waarom heeft hij deze vulling? Omdat ik... gewoon, die heb ik gekocht. Oké, de volgende doe ik even in je inventory. Want die gaan mensen niet zien dan. Maar jouw stream waarschijnlijk wel. Oké. Maar ik heb nog een bag. Hoe kom je daaraan? Dat is vingerspitsengevoel, ja? Ja, dat vingerspitsengevoel, ik snap hem heel goed. dit is de witte kreet. Je hebt namelijk een witte common token, je hebt een witte chestplate en je hebt een ijsbeer. Maar elke keer als ik zeg maar iets van jou krijg, dan gebeuren dit soort dingen. Hoe kom je daaraan? Ja, dat is... Ja... Ja, wat? Ja, dat is vingerspitsengevoel. Ik snap hem wel, ja, oké. Nou, dan is nog een 5, Duffy, zo. Nou, eens even kijken. Dan rijk ik dat daar hier. Oh my god. Ah. En die heb jij. Oké, je hebt dat ene item wat ik net in je inventory gedrukt, natuurlijk. Uh-huh. Je hebt ook gele speedboots. Oké. En jij hebt een gouden hoofdje. Pak jou, Duff. Pak jou. Wacht, die kan ik inleveren bij de Unique, right? Ja. Ik zie dat je nog meer boodschap aan het doen bent, maar ik ben klaar. Sander neemt het over. Nee, dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Je moet. Sander. Nee. Jongens, Sander, kom op even. Pussy. Eentje, Sander. Eentje. Sander. Pussy. Nu mag je een keer. Ja, precies. Kijk, Sander, de chat die moedigt jou aan. Volgens Zevra ben ik een pissie. Nou, daarom kom maar. Oké, nou hier. Mag jij de laatste doen? Ik beloof alleen niet dat je alles uit je bek krijgt.
David, kan ik een check, inventory check aanvragen? Wou je een Death Note ook doen? Graag. Nee. Met invdrop? Ja. Kijk één keer in mijn hotbar. Je hebt een mollenboekje verder. Kijk één keer in mijn hotbar. Ik zie een diamond blok. Wat, die bovenste rij? Ja, er zitten 4 items. Ik tel er 3. Met helemaal links een beken en dan heeft hij inderdaad 3 items. Ik vind die middelste, die past wel bij je, maar die derde die zou ik in zijn inventory drukken en niet zo op straat gooien, eerlijk gezegd. Oeh. Maar dan weten de mensen dat trouwens echt niet, want ik ben dit aan het opnemen namelijk. Ik ben niet live nu, dus dan weten ze het echt niet. Ga het blurren. Spannend. Nou, ik geef je eerst even een epic token. Dankjewel. Die kan je natuurlijk bij de Unique uitgeven. Zou je alsjeblieft even je schoenen uit willen doen? Misschien wat ongepast zo op straat, maar doe het gewoon even. Gewoon even dat kan. En zou je deze schoentjes aan willen doen? Ik heb gekeken, het is precies jouw maat. Maat, ik heb het volledige prinsessensetje, oké? Okay? Ja, laat dat zien. We willen gewoon zien. Oh my god, jullie zijn echt erg. Nou. Ja, leuk. Leuk, jongens. Ha. Nice, het staat je goed. Ja. Beetje koud voor de wintermaanden wel, maar... Nou. Hou op. Dit, nee. En er was nog één item, hè? Ja, die stop ik gewoon lekker in je inventory. Laat het maar niet zien! Oké. Je hebt er wat gezien. Nou ja, dus dat was nog jouw enige 5 Lucky Shard pack die je had ingeleverd. Nou, dank jullie wel. Ik vond het geslaagd. Oh, daar komen best wel hele leuke dingen uit. Oh, en tussendoor even. Ja, je hebt het over dat rugnummer. Maar er komt natuurlijk volgend seizoen nieuwe shirtjes. Zo. Wat is er? Ja, ik werd geschoten. Door wie? Door een kikker? Door wie was dit? Duffy? Waar is Duffy? Jongens, waar is Duffy? Je werd geschoten, ik zie niet door wie. Ja, waar is Duffy dan? Ja, die kermit die loopt ook met de politie, faker, maar politie, zoek ze op. Ik ook! Wat? Door wie? Huh? Hebben we ergens een sniper op een dak zitten ofzo? 100%! Kijk Arun daar staan dan. Die vertrouw ik ook niet. Nee, die heeft dat niet gedaan. Wat? Iemand zit hier te knallen, jongen. Oké, maak het gauw even af, Sander. Politie, een beetje beveiligen graag, hallo? Ja, Sroet, let op. Ik heb voor jou hier een motorhelm in het geel. Ik heb een roze sweater voor jou. 10x1 common token. Hoppakee, die drop ik letterlijk jouw kant op. Ik heb voor jou 2 boekjes. 2 precies dezelfde boekjes. Want het zijn namelijk 2 portal boekjes. Die mag je in je gebouw neerzetten als licht. Eentje naar boven, eentje naar beneden. Ik heb een pirate. Ik zie hem, Sander, ik zie hem. Kom. We pakken die Duffy. Daar zit hij. Hij staat gewoon in die bosjes te schieten. Ja, joh, wat een gek. Ik ga hem pakken. Ja, dan politie is erachteraan. Pak hem. Nee. Oké, go, politie. Oké, ik kom weer terug. Ja, ik zag hem in één keer achter zo'n boompje, jongen. Oh, wat een viezerik. Bah. Zou Duffy al gepakt zijn? Oh, kut. Ziet het eruit alsof ik gepakt ben? Holy shit. Hij komt dichtbij. Wat is er? Hij komt dichtbij. Ik ben weggereden, hoor. Wat is er, Bandit? Ga weg. Wat is er? Ga weg. Hoezo? Wat? Nou. Nou, oké. Okay. Jammer dit. Ik wou gewoon alleen vrienden zijn, maar... Ik zei, jij wordt gezocht door de politie. Het staat er net allemaal achter je aan. Ik weet helemaal van niks, joh. Ik vertrouw het allemaal niet. There you go, mensen. Jullie zagen net wat er is gebeurd... Tijdens het special event. Ik kreeg natuurlijk allemaal hele leuke items. Ik kreeg letterlijk Lucky Shards dingen. Door mijn vingerspitsen gevoel. En je ziet dat ik heb allemaal leuke items ervan gekregen. Van zelfs een legendary item. Overigens voor de mensen. Ik moet nog een andere texture pack gebruiken. Er is blijkbaar gewoon weer een nieuwe klop achter. Don't judge me. Dit is namelijk nog een legendary item. Waar we dus kunnen inleveren. Bij de Unique Shop. Waar ik echt voor zin heb. Want ik heb dit ding nog nooit gehad. En ik heb al heel erg veel crates geopend. We hebben natuurlijk nog een aantal andere dingen gekregen. Zoals 2 fake guns. Wat echt episch is. En natuurlijk, ja, ze vonden het even leuk dat ik prinsessenschoentjes aandeed. Nou ja, goed, dat heeft natuurlijk Bandit uiteindelijk geweten... doordat ik natuurlijk terugkwam met een wapen. Maar in ieder geval, het is wel een legendary item waar ik blij mee ben. Gaan we binnenkort openen. En gewoon nog een aantal andere hele leuke dingen. Het was een beetje een random video wat dat betreft. Maar ik kwam er langs, ze waren ermee bezig. Ik denk, wait, what's going on? Ik zag iets van mij komen met een special event. Ik ben eigenlijk nooit bij dat soort dingen aanwezig. Maar ik moet zeggen, het is wel heel erg leuk. Dus ik ben blij dat ik er ben geweest. En ja, oké, het is een beetje uit de hand gelopen voor de mensen die zich daar misschien bedreigd voelen, wat ook allemaal. No worries, kom niet achter jullie aan, maar wel achter Bandit. Misschien David, hoor. David staat behoorlijk aan mijn kant. Vooral die Bandit met zijn girafstreken, maar
Ja, ik moet zeggen, het was wel een heerlijk avondje hier in Downtown. Voor nu mensen allemaal, enorm bedankt natuurlijk voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe het dan maar dat duimpje omhoog en klikken. Ben je nieuw abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.